Kent u het verschil tussen een BMW-rijder en een open wonde? Nee. Bij een open wonde zit de etter aan de buitenkant. Maar ik heb ook nog een serieuze vraag voor u natuurlijk. Kent u het verschil tussen een tandartsboor en een penis? Nee. Dan zou ik toch van tandarts veranderen. Zeg Erik, bedankt om helemaal... Is er een dokter in de zaal? Ja, ik wou het juist vragen. Bedankt om helemaal naar Teurne te komen. Ja, okay. Je hebt toch geen rare ziektes meegenomen? Binnen 1 minuut is dat er terug, hè? Ja. Is het echt? Ja. Dat aan je zegt, dan had ik een sinutap gegeven. Ik heb mij iets anders gegeven, maar ik weet niet wat je mij gegeven hebt. Ja, dat was voor gelukkig te worden, maar... dat was een halve Viagra. Fuck, dat was blauw inderdaad. Ja. Ik dacht, dat is de enige manier om me nog 2 uur recht op een stoel te kunnen laten zitten. Sportig eigenlijk, Erik? Ja, heel veel. Ik organiseerde zelfs Olympische Spelen voor de buurt. En zo verschillende sportdisciplines. En ik won altijd. Maar ook, allee, dat is natuurlijk omdat ik er altijd disciplines instak die ik zelf goed kon. Bijvoorbeeld zaklopen. Ik zou dat niet zeggen, maar... Ja, ik kan... achter uw zak lopen. Mag ik nog iets vragen van de dokter? Erik, jij mag vragen wat je wilt, maar niet weer van willen we iets gaan eten. Nee, nee. Laxerend of constiperend? Bananen. Constiperend. Dat is fout. Bananen werken laxerend. Ja, dat ze constipatie veroorzaken is een fabeltje. Ze zijn juist rijk aan fermenteerbare vezels en voorkomen net constipatie. Maar denk er toch vanaf hoe dat je de banaan gebruikt. Kinderen, Rani? Ja, 3. 3? 3, ja. Ik had goede zwangerschappen en... Ja. De beweging die je maakte, is dat... Ze vlogen eruit. Ze vlogen eruit. Het zat altijd naar voren bij mij. Ah, ja. Achteraan zag er niks aan mij. Maar nee. Dat zit toch altijd van voren? Nee, dat is niet. Ik dacht dat je zwanger wordt, jongen, dat is van achter. Maar je hebt zo vrouwen die zo rondom rond zwanger zijn. Ja, veel zwangere vrouwen met een bochel ook, hè? Met een bochel. Ja. Ah, het is een tweeling. Volgende vraag. Ja. Een bijbal. Allee, eigenlijk hebben wij 3 teelballen, Erik. Wij zijn bijbal. Nee, wij, hè? Ik denk niet dat een Erik dan ook. Hè. Nee, maar serieus, wat is een bijbal? Is dat niet als je fietst, sorry, ja, dat geïrriteerd raakt en opzwelt? Ja, dat is eelt. Nee, ik... Erik, jij hebt nog nooit calorieën geteld in je leven. Nee. Dus jij weet ook niet wat is er beter, een pakje chips of een stuk pizza? Alle twee. Erik, snoepte jij veel eigenlijk? Nee, eigenlijk niet, hè. Nee. Nee. Allee, jij eet alleen maar koffiekoeken. Ah ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja, maar die weet niet dat dat snoepen is. Ah ja, nee. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat klopt, ik elke dag bijna koffiekoeken. Echt? Ja. Elke dag? Ja, van in mijn jeugd al. Ik wou nooit geen boterhammen mee naar school, ik wou koffiekoeken. En die waren om 10 uur bij de eerste speeltijd waren die al op. Echt? Ja. Het rare is dat jij toch slank bent. Dank u, Jacques. Ja, hoe komt dat? Veel cocaïne, Jacques. Annie, drinkt jij al je scheren? Nee, ik drink eigenlijk niet veel. Oh, okay. Nee, maar ik ben goedkope. En ik bedoel, als ik... Zo heb ik ze geren. Als ik wegga, dan heb ik niet veel nodig. Zo heb ik ze geren. Ja, ik kan even goed op water uitgaan. Ik ben ook altijd Bob. Altijd. Ah, oh, tof. Ja. Ook als je gedronken hebt. Nee. Ja. Ah, nee, hè. Nee, hè. Ik heb volgens mijn kinesist de knieën van een oude vrouw. Ah. Ik heb die niet gepikt, hè. Ik heb een probleem en dat komt blijkbaar heel veel voor bij oude vrouwen. Ja, ken je, als oude mensen kunnen zeggen dat het gaat regenen? Ik heb dat ook met mijn knieën. Ik kan zeggen, oh, mijn knieën doen zeer, het gaat regenen. Ah, ja. En dan worden mijn knieën net en dan weet ik, oh, het is ontregenen. Dat is gewoon mega... Dat noemen ze incontinentie. Uw teennagels, maar ook, dat kunnen toch niet aan? Maar jawel toch? Ik kan zelfs volgens mij draaien met een nek. Maar ja, Ik ga wel maar een voetje na mijn nek liggen. Dat vind ik geen enkel probleem eigenlijk. Ik heb al langs van iemand gehoord
die wou trouwen en die wou een maagring hebben. Maar die kwam niet in aanmerking van een maagring te krijgen. Die was niet dik genoeg. Ja. Dus wat heeft hij gedaan? We beginnen fritten. Keihard beginnen eten gedurende 4 maanden. Om dik genoeg te zijn om dan een maagring te krijgen. Om dan in haar kleed te kunnen. Echt? Nee. Ah. Terugbetaald of niet terugbetaald? Cognitieve gedragstherapie voor tinnitus. Niet terugbetaald. Dat klopt. Het is inderdaad niet terugbetaald. Er is nog geen medicatie voor tinnitus, wel verschillende experimentele behandelingen die niet worden terugbetaald. Ik heb dat echt, ja. Ik heb daar eens voor naar een hulplijn gebeld van tinnituspatiënten en ik kreeg alleen maar een pieptoon. Vroeger was alles beter. Er zaten nog vezels in ons brood, de zeespiegel was nog stabiel en Jacques Vermeire had nog een goed werkende prostaat. Ons bomma is 87 en omdat hij veel hulp nodig had en wij een kangaroo-woning laten bouwen. En dat is echt veel gemakkelijker sinds dat hij in Australië woont. Uit studies is gebleken, mensen die moeilijk een partner vinden, zijn vaker... Lelijk. Die wil nog iets zeggen. Nee, maar is er misschien een tip of zo? Een tip, ja. Als je een droge handdoek mee in de droogkast steekt, dan is een andere was ook sneller droog. Dat heeft voor de rest niks met. Is dat echt? Ja. Dat is echt, ja. Mensen die moeilijk een partner vinden, zijn vaker te vroeg geboren. Huh? Ja. Amerikaanse wetenschappers analyseerden 21 studies over vroeggeboorte. En daaruit konden ze concluderen dat mensen die te vroeg geboren zijn 30% minder kans hebben op het vinden van een partner. En dat heeft niks te maken met gevolgen van die vroeg geboorte, maar met het feit dat die sociaal terughoudender zijn. Dus hoe later geboren, hoe minder sociale remmingen. Hoeveel te laat zijn jij geboren, Jan? Ja. Vroeger was alles beter. Sigaretten waren nog betaalbaar. Sterke drank werd nog niet belast. En je moest nog geen crash betalen voor de kinderen, want die gingen gewoon werken in de fabriek. Ik heb wel nog een serieuze vraag voor ja? u. Kent u het verschil tussen een vrouwelijk orgasme en een eenhoorn? Nee. Een eenhoorn heb ik wel al eens gezien, denk ik. En wat is het totste dieet dat je ooit al gedaan hebt? Ik heb ze allemaal gedaan. Zo, Weight Watchers heb ik gedaan, Atkinson's heb ik gedaan, vegetarisch, shakes. Maar je moet dat blijkbaar apart doen. Dat is dus niet cumuleerbaar. Mijn buik. En dan keek ze en dan zei ze... Oh! All the ages! En toen dacht ik... Is het goed? Ai, ai. Als je nog veel eitjes hebt, dan heb je nog geen overgang. Hè? Oh. Dus ik ben met een heel goed gevoel terug naar huis gegaan. Ah, oh, plezant. Is Vincent die al in uw overgang? Ik raak er niet. Al die eitjes. Al die eitjes. Wauw. Ach ja. Ja, maar omdat Belgen en Vlamingen die zijn allemaal heel gescheiden en zo. Hè? Ik heb ooit iemand... Die hoorde ik op zijn gezicht vallen. Dus je hoorde echt zo... Dush. Op kasseitjes, in Antwerpen was dat. En die stond ook en die zei... amai. Dat je denkt, ja, maar je bent technisch dood nu. Dus. Zo chauvinistisch ben ik niet. Echt waar, er zijn heel veel mensen ongelukkig in West-Vlaanderen. Ja, 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 ja. Als je weet dat het zelfmoordcijfer al zo groot is, dan trekt dat er al af. En dan moesten ze nog gewoon doodgaan ook, hè. Isolerende spray tegen koude. Ja. Je hebt er al van gehoord. Maar isolerende spray tegen koude. Nee, dat bestaat niet, dat kan. Ja, ben je. En welke reclame was dat? Dus jullie zeggen de spray tegen de koude. Het zag eruit als een neusspray, dus gaat dat iets doen voor de rest van uw lijf? Nee, maar uw temperatuur, dokter, wordt... Oei. Ik weet niet welke uitvinding dit is, maar... Dat ga ik zeker kopen. Uw temperatuur wordt toch geregeld via uw hoofd? Ja. Ja, ja, je zweet via je hoofd. En als je een pet of een pot opzet, dan houdt het warm. Via je neus? Ah, wel, maar je sput toch naar boven. Ik moet naar beneden spuiten. Fut, naar boven, naar die kop. Nee, luister, je temperatuur wordt hier geregeld, alleen dat is de hoogte van jouw hoofd. Dus, maar het is... Ik stel van die spray gaan. Spray, en jullie zeggen? De pleister. De pleisters. Ik ben ook zeer benieuwd wat het juiste antwoord is. Ik stel voor
voordat we het aan de uitvinder zelf vragen, mag ik uw applaus voor neuroendocrinoloog Julie Bakker van de Universiteit van Luik. Bonjour, madame le boulanger. Ça va? Ça va très bien. Maar je kunt ook gewoon Nederlands praten. Ah, u bent een Hollandse. Hebben we iemand dat werkt in Wallonië, is een Hollander. Wat heeft u uitgevonden? Ja, ik heb een stofje gevonden dat de lust opwekt bij vrouwen. Tenminste, dat hoop ik dat dat zo gaat werken. Want ik heb proeven gedaan bij muizen en daar was het eigenlijk heel erg succesvol. Ik ga het ooit in handen krijgen, dat gaat direct drinkwater in. Ondertussen lopen ook de eerste reacties binnen via de sociale media. De dokter van Maaike tweet: ik kan bevestigen dat Maaike nog veel eitjes heeft. Het is helaas wel vrije uitloop. Tot zover het overzicht. Tijd voor de volgende ronde. Nierstenen is de ergste pijn dat een mens kan hebben. En dan op plaats 2 was het uw teenstoten tegen de salontafel. Op plaats 3 een mannengriep. En op plaats 17 was bevallen. Mannen of vrouwen, wie liegt er het vaakst? Vrouwen. Maar minder! Dat is ook fout. Maar mannen, ja, de gemiddelde man liegt maar liefst 3 keer per dag, ofwel ruim 1000 keer per jaar. Vrouwen liegen slechts gemiddeld 1 keer per dag. Maar wel veel langer. Ja. Dat zeg ik vaak tegen mijn vrouw. Ik kan de afwas niet doen, want ik heb een vaatziekte. En dan zegt ze, ja, ga dan maar stofzuigen. En dan zeg ik, nee, ik heb problemen met mijn stofwisseling. Eindigen vandaag alweer met de laatste ronde, want mooie liedjes duren niet lang. Het laatste album van Jelle Kleijmans duurt trouwens 1,5 uur. 10 gram noten per dag eten zou voldoende zijn om een positief effect te hebben op het geheugen en het redeneervermogen. Dus dokter, cashewnoten eten voordat je een IQ-test doet? Ja, ik denk nu niet dat het zich vertaalt in puntenstijging in IQ-testing. Maar in noten zit veel omega-3-vetzuur, zoals ook bijvoorbeeld in vette vis. En dat heeft inderdaad een positief effect op je hersenfuncties. Ik heb eens gehoord dat als je walnoten eet, dat je er dan slimmer van wordt, omdat dat op de hersenen lijkt. Wordt uw zaad dan beter van oesters of best wacht op niks? Nee, maar van kiwis krijg je wel meer haar op je ballen. Deze week heb ik mijn vetpercentage laten meten. De vraag is nu, ligt dat onder, op of boven het gemiddelde? Onder. Ja, ik denk eronder. Op dit moment woog ik 67 kilo. 67? En hoe groot zit je? Heel groot, ook in Nederland tegenwoordig. Ja. Wel, ik heb mijn BMI onlangs berekend en blijkbaar ben ik te klein. Boven het gemiddelde zou zijn, zou hem dat in die show laten? Denk ik. Dat mensen thuis dus zouden zeggen, ik heb altijd geweten dat dat een vetzak was. Ja, 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 want het is eigenlijk ongelooflijk, maar nog 10% van de vrouwen rookt tijdens de zwangerschap. Alhoewel dat een enorm hoog risico inhoudt voor de ongeboren foetus. Het verhoogt het risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht en zelfs op wiegedood. Hè. Dus eigenlijk is roken tijdens de zwangerschap heel dom. Dat is echt een beetje mijn stokpaardje. Uw stokpaardje? Ik dacht dat dit uw stokpaardje. We hadden dat afgesproken. Oh, er is echt deze middag iemand van aan de winkel gemoet. Er is ook altijd... Ik word hier een beetje niet goed. Mijn moeder is blijven roken tot 2 weken voordat ik geboren was. Zeg maar, dan vind ik dit een veel beter voorbeeld dan Smokey Sue eigenlijk. Ik kan me ook niet inbeelden dat relatine zou zijn, want bij ons werd dat gedeeld op de speelplaats. Gebruikte jij dat voor zo'n opname? Of? Nee, ik begin er te traag van te spreken. Maar serieus, kende u het verschil tussen jommeke en een inlegkruisje? Geen idee. Nee? Nee. Het een is een kutstrip en het ander is een fictief personage uit Zonnedorp. Oh. Ik denk ja. Is goed, hè? Ja? Nu mogen wij het gewoon een keer voelen. Dat vind ik ook eigenlijk. Doe maar. En? Oh, maar is, ja, ik heb... Dat is één blok beton. Dat is zeer... En dat is nog maar gewoon die bovenarm.
Mensen die altijd te laat komen, worden beter geen drummer. Dat vind ik nou een goes. Maar je wordt wel alleen. Dat is een muziekant, hem op. Ja. Ja, je moet mij twee vragen stellen. De eerste vraag is, wat is uw beroep? En de tweede vraag is, wat is uw probleem? Wat is uw beroep? Drummer. Wat is uw... Timing. Het is een beetje met de mentale gezondheid te maken. Ja. Alles beter. Open VLD heette nog gewoon VLD. SPA heette nog gewoon SP. En Schild en Vrienden heette nog gewoon de Hitlerjugend. Zijn jij een badmens of een douchemens? De laatste keer dat ik een bad heb... Dat klinkt al heel lang geleden. Nee, maar de laatste keer dat ik een bad heb pakt, zat ik vast. Ik zat echt zo... hoe moet ik dat nu gaan uitleggen? Ik zat langs de verkeerde kant van het bad, dus ik zat eigenlijk... Dat was het. Mijn smalle kant. Mijn poepje wreef, ja. Ja, de smalle kant, maar mijn poepje wreef over dus het, waar dat het topje zit. En plots heb ik dat stopje meegehad en heeft de boel zich eigenlijk vacuüm getrokken. Dus ik zat echt vast. Ik kon echt geen kant meer uit. Was dat leuk gevoeld? Je moet al een scheiding gedacht, Elodie. Nee, want wij zijn ondertussen al 9 jaar verloofd. Dus ik moet eerst trouwen om te kunnen scheiden. Heb dat ooit eens gezegd? Zo, verloofd zijn, dat is zoals je een badhanddoek op een goede stoel gaan leggen. En dan gaat er niemand anders niet meer op liggen. Maar je moet hem ook niet claimen. Vindt u eigenlijk het verschil tussen George Clooney en Jeff Hoijbergs? Geen idee, nee. Ah, de ene is iemand dat een dokter naspeelt en de andere is een Amerikaans acteur. Wat is het verschil tussen een doktershandschoen en Hot Marijke? Dat weet ik niet. In een doktershandschoen hebben maar 5 vingers gezeten.